PSV onder 18, de ploeg van Ruud van Nistelrooy, oefende op de eigen PSV-campus de hertgang tegen het Franse Valenciennes. En Van Nistelrooy had gekozen voor de volgende elf namen met Van Laren in de goal en verder Arts, De Schutter, Leijsen, Giebels, Jiménez, Bakayoko, Tielemans, Van Duivenbode, Dauda en Boukaffaire. En dit is die Boukaffaire links in de aanval op Dauda. Die bal komt op terug. En de eerste kans dus voor PSV, de redding is van Sai, Lassana Sai, de keeper van Valenciennes. Het was de eerste echte oefenwedstrijd voor PSV onder 18. Het had wel al onderling gespeeld, maar dus nog niet tegen een echte tegenstander. Alves die zoekt de ruimte achter de verdediging van PSV en vindt Ayashi. Hij alleen op doelman Van Laren af. En dan probeert Jesse Giebels die bal nog van de lijn te halen. Maar die bal die rolt binnen. En zo Valenciennes op een 1-0 voorsprong. Door de goal dus van Zinedine Ayashi. Die heel rustig blijft, oog in oog met Van Laren die iets te snel naar de grond gaat misschien. Waardoor die bal over hem heen komt. En zo dus na 10 minuten de voorsprong voor Valenciennes. Dan het antwoord van PSV met Bakayoko. Hij is er sterk, moeilijk van de bal te zetten. Dit is Tielemans. En het schot van Bakayoko. En dat gaat maar net over. Leijsen levert die bal in en dan kan Valenciennes weer counteren. Want PSV viel aan en de Franse ploeg loerde op dit soort mogelijkheden. Hier opnieuw Ayashi. Maar de redding van Van Laren die zich geen tweede keer laat passeren. Boudra dan. Die wordt niet aangepakt, kan het hele middenveld oversteken. De steekbal is op Fonseca. Die houdt het overzicht. En hier opnieuw Ayashi. Vlak voor rust, de 2-0 voor Valenciennes. Het overzicht van Fonseca. En voor Ayashi is dit dan een koud kunstje. En zo de rust dan dus 0-2. En bij PSV in die tweede helft 10 nieuwe namen. Alleen Jesse Giebels is blijven staan. En voor de rest dus 10 nieuwe spelers, waaronder deze Jensen Seelt. Zijn schot belandt in de handen van Rudy Boulet. Hij in de tweede helft onder de lat bij de Fransen. Maar in de tweede helft speelde PSV nog meer op de helft van Valenciennes. Dit is de kans voor Milan van der Riet. En hij blijft ijzig koud. Hij maakt er 1-2 van. De goede paas is van Fofana. En van der Riet als een echte spits maakt hij dit af. Seelt dan. Zoeken is naar Antonissen. Die neemt die bal mooi mee. En hij maakt hem nog mooier af. En binnen 2 minuten werkt PSV die 2-0 achterstand weg. En komt het op gelijke hoogte. Maar wat een aanname en wat een balbeheersing van Jeremy Antonissen. Maar toch. Het zoeken is naar Van der Riet. Dan komt Boulet heel ver uit zijn goal. Geel Muiden heeft dat gezien. Hij moet heel snel handelen, waardoor die bal voorlangs gaat. Maar het was goed gezien van Herman Geelmuiden. Hier opnieuw in balbezit. Tussen 2-3 man door. Dan valt die bal voor de voeten van Hopman. En hij maakt er 3-2 van. Maar je hoort het fluitje. Het moet buitenspel zijn geweest van Milan van der Riet, die in die aanval betrokken was. Opnieuw Hopman. Leijsen. Geelmuiden opnieuw met het schot. Maar dit keer de redding van Boulet. Het zou ook de laatste kans geweest zijn voor PSV. En zo eindigt het oefenduel tussen PSV onder 18 en Valenciennes in 2-2.